Maurice van Morsel, 23 jaar, Nederlands kampioen jetski in de 550cc stokklasse. We zijn een middagje bij deze Nederlandse kampioen op bezoek geweest om zo het een en ander over hem en jetski aan de weet te komen. Maurice, je doet nu al 2 jaar aan jetskiën. Waarom jetskiën? Hoe ben je erbij gekomen om te gaan jetskiën? Altijd een mooie sport gevonden en een paar jaar geleden een keer op een ski gestaan. Maar ja, toch behoorlijk duur voor aanschaf. En toch maar besloten om ze dingen aan te schaffen. En ja, zodoende. Dus hoe wordt jetski gefinancierd? Dus je betaalt eigenlijk zelf alles? Ja, nog wel ja. Ik betaal alles zelf. En het is voor best een duurzame sport. Tenminste de aanschaf. Onderhoud is er vrij weinig aan, maar het is de kleding. Het is toch de benzine. Steeds meer ding weg. Het is vrij duurzaam. Ja. Moet je er ook nog voor trainen voor jetskiën? Ja, het ligt eraan. Als je zo wedstrijden vaart, dan heb je toch behoorlijk conditie nodig. Je armen, je benen, een beetje krachttraining. En het varen zelf, het trainen op de ski zelf, daar leer je toch meeste van. Dan moet je toch wel een paar keer in de week doen, ja. Ja, in welke klasse vaar je nu precies? Want ja, voor iedereen is natuurlijk... niet iedereen weet hoe het in elkaar zit bij jetskiën. Hoeveel klassen heb je? Hoe hard rijden die dingen of varen die dingen? Ja. Je hebt 3 klassen. Je hebt een stokklasse, je hebt een limited klasse, dus een licht opgevoerde klasse. En een modified klasse. Dat is de top opgevoerde klasse, maar die is zo voor net als men is niet gewoon niet te betalen. En ik vaar de stokklasse. En dan hoop ik komende jaar de licht opgevoerde klasse gaan te varen. Tenminste, ik heb gehoord, je bent best wel goed met zoiets. Nederlands kampioen ben je geworden. Nederlands kampioen in de 55 stok, ja, het afgelopen jaar. Ja. En is het alleen wedstrijden in Nederland of rij je ook nog in Europa? Er is een Nederlands kampioenschap dan. Je hebt je Europese kampioenschappen, je hebt wereldkampioenschappen. Ik heb aan de Europese kampioenschappen die aan niet deel mogen of kennen nemen omdat ik een standaard ski had. En je had alleen licht opgevoerde klasse en de modified klasse. Hoop ik komende jaar wel aan deel te nemen. En ik heb afgelopen jaar de wereldkampioenschappen amateurs gevaren. Maar dat is niet zo goed afgelopen. Ja, zoals tenminste de meesten weten nog niet, heb je een ongeluk gehad. Ze zijn over je heen gevaren. En wat is nou precies gebeurd eigenlijk? Vertel eens. Nou, het varen op zich ging goed genoeg daar. Ik heb 3 dagen daar wedstrijden gevaren. Ik had de finales bereikt. En in de finale wedstrijd, met de start bij de eerste bocht, hebben ze me letterlijk en figuurlijk van mijn ski afgevaren. Ik ben in het water terechtgekomen. Ik ben boven gekomen en toen zijn er een stuk of 3-4 skis over mijn kop gegaan. Ja. En daar heb ik een behoorlijke hersenschudding in overgehouden. Ik had wat kneuzingen en zo in mijn kaken en wat hechtingen. Wat kneuzingen aan mijn hand. Maar dat is intussen weer hersteld allemaal. Alleen mijn hoofd nog niet. Ja, dus ja, is het best wel een gevaarlijke sport of is het gewoon licht aan jezelf? Het is niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld motocross of zo. Als je meestal valt in het water, val je toch niet heel erg hard. Je hebt beschermende kleding aan, je draagt een helm. Het is alleen als je met meerdere jetskis op het water zit, zoals in een wedstrijd. En vooral met de starten zit je allemaal bij elkaar. Dan ligt het risico dat er iets gebeurt, ligt gewoon iets hoger. Dan dat je alleen bijvoorbeeld aan het varen bent. Ja. Heb je nou iedere zondag wedstrijden? En ga je met iemand mee, ga je alleen? Er zijn niet iedere zondag wedstrijden. Dus gemiddeld om de 2 weken is er een wedstrijd. Ik heb dan een startermonteur bij me, ja. Richard Niemeyer, een jongen die heb ik leren kennen door het jetskiën eigenlijk. Die gaat dus altijd met de wedstrijden mee. Die verzorgt misschien als er iets kapot gaat, van misschien maakt hij. Hij helpt me bij de start. Ja, heel belangrijk iemand. Ja, we staan nu bij jetski. Nou, en pak. Ja, leg maar even uit van hoe het nou precies allemaal in elkaar zit. En wat voor wat gebruikt moet worden. Het zijn gewoon, surfpakken heb je ook. Maar kijk, dit is gewoon een neopreenpak. Er zitten
beschermde delen in, net voor de kuiten, voor de knieën, toch de dingen die als je in bochten of op je knieën gaat, toch een beetje bescherming geven. Verder dient het gewoon ter bescherming en te kou een beetje, hè, kou tegen te gaan. Ja. Heb er een zwemvest bij. Dat is verplicht. Er zit achter zit er een harder gedeelte in. Een soort protector. Toch als je ooit als je in de wedstrijden kans dat je op de rug varen, dat het toch een beetje beschermt. Draag de niergordel. Gewoon voor de klappen, vooral in je rug. Op wat wilde water toch wel. Ja, en een helm is natuurlijk verplicht. Maar dat is gewoon een gewone motocross helm is het eigenlijk. Ja. Met de stofbril tegen het opspattend water. Ja. Ja. Ja, die ziet er nog goed uit, hè, na je ongeluk dan. Ja, je hebt me goed beschermd, ja. 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 Nou, hoe zit de jetski precies in elkaar? Ja, en van hoe werkt die nou? Want ik zie al dat je dit op kunt tillen, of? Ja, de jetski is dus helemaal van polyester. Ligt dus een 550 motorblok in. Dat kan ik misschien ook laten zien. Gewoon een 2-cylinder 550 cc is daar, benzinetank en zo zit erin dan. Dus eigenlijk net gewoon als bij een motor? Het is eigenlijk net als een motor, ja. Hier is het alleen iets groter, denk ik allemaal. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het wordt dus gewoon aangedreven door stuwkracht. Door dat er water onder opgezogen wordt en door een propeller die eigenlijk helemaal weggewerkt zit, wordt gestuwd en achter met een behoorlijke kracht uitgespoten wordt. Nou, hier heb je dus een choke, die heb je dan nodig als de machine koud is om te starten. Je hebt een reservestand voor de benzine. Verder wordt de machine elektronisch gestart. Door middel van op stop te douwen wordt de machine gestopt. Er wordt dus gewoon gas gegeven met de duim. Dus niet zoals op de motor of zo met de hand, maar met de duim wordt gas gegeven. In verband met dat het stuur op en neer gaat. Door middel van een kabel hier aan de stuurplaat. Die kabel loopt door de arm, door de motorkap naar achteren, naar de pijp achter waar het water uit blaast. Werkt de besturing eigenlijk. Ja, nou Maries. Hoe ziet de toekomst voor jou eruit in het jetskiën? Ben je van plan nog lang door te gaan? Omdat je vertelde al dat het handenvol geld kost. En ja, op het moment zijn er nog maar weinig sponsors. Mm-hmm. Ja, in Amerika is het dus wel een profsport, maar ja, in Nederland nog niet. Nee. Heb je er al over nagedacht? Ja, ik wil zeker doorgaan. Vooral met het afgelopen jaar wat ik bereikt heb eigenlijk. Vind ik toch jammer om op te houden. En om toch hoger op te kunnen, moet ik een licht opgevoerde klasse gaan varen. Daar zal ik dan zelf nog maar een keer in moeten investeren. Ja, en ik wil toch graag nog een jaar zeker de sport uitoefenen. Ja. En dan toch aan het eind van het jaar hoop ik er iets aan over te houden. Dus misschien een of andere sponsor dat ik toch nog hoger op kan. Ja. Ja. Is Amerika jouw droom? Of, Dat zou te gek zijn, ja. Om een keer daar te varen. Dat is schitterend, ja, als je daarheen mag. Ja. Ja. We hebben nog een paar woordjes. Dan moet je even een reactie op geven. Jouw grootste fan? Chris Fischetti is daar, de Flying Fish in Amerika. Dus dat is mijn grote fan, ja. 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 En wie is jou, of moet ik zeggen, wie heeft jou als grootste idool? Wie heeft er alles voor jou over? Mijn eigen starter, monteur. Dus Richard Niemeyer, ja. Die heeft alles voor me over. Ja. Ja. En jetski? Ja, te gek. Geen goed. Woorden voor. Goed, dat was het. Ik zou zeggen, bedankt en ja, veel succes, hè? Ja, is down by the riverside. Late one night. He's trying to count the stars in each other's eyes.